Vrijdagmiddag zijn drie mensen ernstig gewond geraakt bij een ongeval in de fietstunnel in het Herman Gorterpad in Vronermeer. Twee meisjes wilden de tunnel uitfietsen aan de kant van de Multatuli-laan toen ze frontaal werden aangereden door een brommer die de tunnel net wilde inrijden richting Wielingenweg. Mogelijk heeft het grote contrast tussen het felle zonlicht en de donkere tunnel een rol gespeeld bij het ongeval. Omwonenden spraken over een misselijkmakende klap gevolgd door een ijselijke gil en schoten te hulp. Inmiddels waren andere meisjes weer op de chaos en de slachtoffers geklapt. Zij kwamen er vrijwel zonder verwondingen af, maar de verslagenheid en de schrik waren enorm. Politie, drie ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar de traumaheli werd boven de locatie gecanceld. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het ongeval.